Goeiedag, loved one. We gaan meteen verder ten opzichte van waar we de vorige keer waren geëindigd. En het onderwerp drie-eenheid wil ik toch goed behandelen, omdat het wordt toch beschouwd, vooral binnen het christendom wordt het beschouwd als een van de fundamentele leerstellingen binnen de kerk. En met een uitzondering hier en daar zijn bijna alle stromingen daarbinnen actief en is het dus ook een van de fundamentele leerstellingen binnen de stromingen. Dus het is belangrijk om dat in elk geval goed voor het voetlicht te brengen, te ontmaskeren. Het licht er inderdaad fel op te laten schijnen, het licht van Gods woord, zodat we kunnen zien wat er daadwerkelijk aan de hand is. Ik hoop nogmaals daarin te kunnen bijdragen. We gaan verder. We waren geëindigd bij die punten ter overdenking. En vervolgens wil ik natuurlijk ook wat passages noemen om de drie-eenheid te bewijzen, namelijk passages die christenen gebruiken. Er zijn meerdere, denk ik, een stuk meer wellicht, maar dit zijn een paar belangrijke, om je even een idee te geven. Goed, hiervoor hoef ik uiteraard niet naar de schrift, want het staat hier. Johannes 14, vers 8, 9, daar staat dat Filippus, een van de discipelen, zegt tegen Jezus: Heer, toon ons de Vader en het is voldoende voor ons. En wat zegt Jezus vervolgens? Wat antwoordt hij? Zoveel tijd ben ik met jullie en je kent mij niet, Filippus. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Hoe zeg je dan, hoe toon ons de Vader? Inderdaad, zou je kunnen zeggen, als je dit zo leest. Wacht even, Filippus vraagt hem over de Vader en hij zegt: je kent mij niet. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Dus je zou daaruit kunnen concluderen dat hij de Vader is. Ja toch? Hou het vast. Hou het vast, laten we zien of dat werkelijk zo is. Want er zijn, nogmaals, je kan niet één passage pakken. Denk maar aan het puzzelstuk. Je kan het niet als puzzelstuk beoordelen. Je moet het plaatsen binnen een context, binnen een groter geheel, om te kunnen zien welke rol dat stuk in werkelijkheid heeft. Ja toch? Goed. Laten we verder gaan. Nog een passage. Een passage dat gebruikt wordt een passage die gebruikt wordt om de drie-eenheid te bewijzen. Johannes 10, vers 17 tot 18. Jezus zegt: daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn ziel plaats om haar weer in ontvangst te nemen. Dat zegt hij: niemand neemt haar van mij weg, maar ik plaats haar uit mijzelf, zegt Jezus. Ik heb autoriteit haar te plaatsen, en ik heb autoriteit haar weer in ontvangst te nemen. Dit voorschrift nam ik van mijn Vader in ontvangst. Jezus zegt hier dat hij autoriteit heeft om zijn ziel eigenlijk te plaatsen en weer in ontvangst te nemen. Echter, hij voegt eraan toe dat hij die autoriteit ook heeft ontvangen. Van wie? Van zijn Vader. Zou het erg vreemd zijn dat hij zou bedoelen dat hij de autoriteit van zichzelf heeft ontvangen, hè? Maar goed, we gaan verder, want dit is ook zo'n puzzelstuk. Deze is wat, sorry voor mijn woordenkeus, maar ik ben Peter en ik praat zo, dus deze is wat gemener. Wat bedoel ik?
Kijk wat er staat in de traditionele vertaling waarmee ik ben opgegroeid, de NBG. In 1 Johannes 5, vers 7 en 8. Daar staat, in die vertaling, want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En in vers 8, en drie zijn er die getuigen op de aarde. De Geest, het water en het bloed. En de drie zijn tot één. Dus drie getuigen in de hemel en drie getuigen op aarde. Dat ziet er geweldig uit, hè? Dat is, je zou zeggen, wat is daar verkeerd aan? Ja, toch? Goed. Deze ga ik toelichten, want hier moet ik wat mee. Wat is er namelijk met deze aan de hand, met deze passage? Het is een gedeeltelijke toevoeging die de kerk en wel de katholieke kerk gedaan heeft om hun leer van de drie-eenheid te verdedigen, om het kracht bij te zetten. Hebben ze dit toegevoegd? Want in de originele manuscripten komt een deel niet voor. Welk deel komt niet voor? Het deel wat ik hier heb onderstreept en schuin gedrukt heb. Dus, dat stukje van in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En ook, en drie zijn er die getuigen op de aarde. Dat stukje is toegevoegd. Echt waar. Gewoon toegevoegd. Alleen nogmaals om die leer van de drie-eenheid te verdedigen. Het is makkelijk op te zoeken hoor. Maar als je gaat onderzoeken, ga je tot dezelfde conclusie komen. De originele manuscripten, dus de hele vroegere, manuscripten, die hebben dit stukje niet. Goed. Deze is niet de gemeenste, maar ik ga deze even afmaken. Want hoe zou dus deze passage moeten luiden? Ik ga er even naartoe. Kijk hier. Dit zou het moeten zijn. Ja. Het zou zo moeten luiden. Want er zijn drie die getuigen. De geest, het water en het bloed. En de drie zijn tot één. Punt. Dat staat er. In Gods woord. Niet in de Bijbelvertaling. Die is toegevoegd. Die traditionele. Nee. Dit staat er. Drie die getuigen. De geest en het water en het bloed. En natuurlijk staat dit in een bepaalde grotere context. Maar daar gaat het mij nu even niet om. Het gaat mij om deze specifieke passage. Uiteraard nodig ik je uit om die context goed te gaan bestuderen. Maar de rest, nogmaals, wat je in de traditionele vertaling vindt, staat er niet in. En eigenlijk zou ik je... Eigenlijk wil ik dat wel doen. Gewoon voor de lol. Om jullie aan te tonen wat er in de applicatie staat die ik gebruik. En dat is ISA. Scripture for All. Dat kan je ook vinden op de website scriptureforall.org. En het programma heet ISA. Ik ga het even opzoeken. 1 Johannes 5. Vers 7 en 8. Kijk. Hier heb je de vertaling die ik gebruik. Heb ik het goed? Ja. Er zijn drie die getuigen. En wat staat er in de traditionele vertalingen? De Statenvertaling en de NBG-vertaling. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En ook NBG, zelfde. En de Heilige Geest, deze drie zijn één. Nee, toegevoegd. Toegevoegd, toegevoegd. Er staat, want er zijn drie die getuigen in vers 7. En in vers 8 staat er,
de geest en het water en het bloed en de drie zijn tot één, tot het één. En in de traditionele vertalingen heb je dus weer die toevoeging van en drie zijn er die getuigen op aarde. Die katholieke kerk is wel vindingrijk, hè? Maar wel met menselijke wijsheid. De waarheid komt altijd aan het licht. Dit is geen traditionele fout, vertalingsfout, waar er heel veel van te vinden zijn in de Bijbel. Dit is gewoon fraude. Goed. We gaan naar onze slide. En we gaan het laatste bewijs behandelen. Want die is de ergste. Deze is zo geraffineerd. Waarom is het geraffineerd? Omdat het heel vroeg in de vroege vertalingen, in de vroegere manuscripten, ook voorkomt. Dus zelfs in oudere manuscripten. De Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus en de Codex Alexandrinus komt het allemaal voor. En je zou zeggen, dat is toch de originele. Nee, dat is niet de originele. Dat is niet het originele schrift geweest. De originele schrift. Dat bestaat niet. En dat zal ik bewijzen in deze show. Ja, we hebben nog meer dan voldoende tijd. Laten we die tekst behandelen. Matteüs 28 vers 19. Ga dan, zegt Jezus tegen zijn discipelen. Maakt al de naties tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader. Dat staat zelfs in de vertaling die ik gebruik. Ja, de oude manuscripten. Doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Wauw! Je zou zeggen, dat is dan niet te kraken, die noot. Goed. Ik ga een vraag stellen over deze passage, zoals die hier is opgesteld. Mijn vraag is deze. Waarom hebben de apostelen dan nooit gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest? Want deze opdracht aan het einde van het boek Matteüs, het evangelie naar Matteüs, is natuurlijk in de praktijk gebracht in het boek van de Handelingen. De Handelingen van de Apostelen. Het vijfde boek van het Nieuwe Testament of van de Griekse geschriften, beter gezegd. En daar zie je dat de apostelen deze opdracht van Jezus in de praktijk moesten gaan brengen. Precies zoals die opdracht gedaan is, toch? Dit is het voorschrift geweest. Doopt hen in de naam, toch, van de Vader en van de Zoon en de Heilige Geest. Dat zou die voorschrift geweest moeten zijn, tenminste, zoals de vertaling dat zegt. Ja, toch? Maar dan ga je checken in de praktijk, in het boek Handelingen, of zij daadwerkelijk hebben gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En ik heb passages voor je geplaatst. Ja, ik kan ze behandelen. Misschien moet ik het zelfs gaan behandelen. Ja, dat is misschien zelfs heel belangrijk. Ik ga het toch doen. Ja, ik ga het toch doen. Het is veel te belangrijk. Het is veel te belangrijk. Ze hebben het nooit gedaan. Dus ze hebben Jezus' opdracht niet opgevolgd. Tenminste, als dit waar zou zijn, deze doopopdracht. Maar ze hebben gedoopt. Ze hebben wel gedoopt. Natuurlijk. Maar niet in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Hoe hebben ze dan gedoopt? Laten we kijken. Ik stel voor dat we dat toch even gaan bekijken. Lijkt me heel belangrijk. Handelingen 2, de eerste is Handelingen 2, vers 38. Daar staat, en Petrus zegt met nadruk tot hen, bezin je, en laten ieder van jullie gedoopt worden
op de naam van Jezus Christus. Punt. Tot vergeving van jullie zonde en jullie zullen het geschenk van de Heilige Geest in ontvangst nemen. Laten ieder van jullie gedoopt worden op de naam van Jezus Christus. Er staat niet in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, toch? Oké, eerste tekst. We gaan naar de tweede tekst. Handelingen 8, vers 16. Daar staat, want hij was tot nu toe nog op niemand van hen gevallen, Heilige Geest, maar alleen gedoopt zijnde behoorden zij toe aan de naam van de Heer Jezus. Hopelijk duidelijk. Er zijn nog twee teksten te gaan als voorbeeld. We kijken naar Handelingen 10, vers 48. En hij gebiedt hen in de naam van Jezus Christus gedoopt te worden. En dan vragen zij hem enige dagen te verblijven. Je ziet het, hè? Hij gebiedt hen in de naam van Jezus Christus gedoopt te worden. Er staat niet in de naam van Vader, Zoon, Heilige Geest gedoopt te worden. Terwijl Jezus dat die opdracht zou hebben gegeven, toch? Als dat waar zou zijn, die opdracht. Nee, nee. Je ziet wat de praktijk brengt, hè? Wat de praktijk laat zien. En het is consistent. Het is consistent. Laten we naar de laatste kijken. Handelingen 19, vers 5. En hier staat, en het is een, natuurlijk een hele, het is een context, hè? Paulus zeide, Johannes doopt in de doop van bezinning, en hij zei tegen het volk, dat zij in degene die na hem komt, dat is Jezus, moesten geloven, dat is in Jezus. En vervolgens horen ze dit woord van Paulus, en zij worden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Ik heb vier teksten gelicht uit het boek Handelingen van de Apostelen, waarin deze opdracht in praktijk is gebracht, conform gehoorzaamheid. Want ze waren gehoorzaam aan die opdracht. Ze waren niet ongehoorzaam. Ze waren gehoorzaam, want ze waren ook vervuld met Heilige Geest. Dus nu is uiteraard de vraag, wat is er aan de hand? Nou, het is heel simpel. Dit staat er helemaal niet in werkelijkheid. Dat is verkeerd. Dat is toegevoegd. Heel geraffineerd. In vroege vertalingen al. Dat is waar. Maar het is ook toegevoegd. Het is veranderd. En ik zeg door de katholieke kerk. Want in hun concilie, en ik zal het zo meteen laten zien, is dat veranderd. Is dat gewijzigd. Dus, laten we kijken. Wat had er moeten staan? Er moet staan, ga dan, maak al de naties tot mijn leerlingen en doopt hen in mijn naam. Heel simpel. En vervolgens, en onderwijs hen alles te bewaren wat ik aan jullie als instructie geef, etc., etc., etc. By the way, als Jezus zegt, ik ben met jullie al de dagen tot aan de afsluiting van de aion, is het dus deze aion, de derde aion. De aion waarin wij leven. Jezus belooft hen, terwijl hij niet zichtbaar is, belooft hij hen met hen te zijn in de geest. Al de dagen tot aan de afsluiting van deze aion. Ja, dat jullie het even weten. Goed. Dus ik hoop dat jullie dit meenemen. Er had moeten staan, doopt hen in mijn naam. Dat had er moeten staan. Het is dus veranderd. Gefraudeerd dus. Oké. Ik wil even dat het tot je doordringt, want dit zijn belangrijke dingen. Ook nu stel ik voor om... ik ga het even afmaken.
dit stukje ga ik afmaken en daarna ga ik het afsluiten, deze show. Want ik wil ook deze slide behandelen, namelijk, er is in feite een conclusie. Mijn conclusie, mijn visie deel ik met jullie. Er bestaat geen drie-eenheid. Er is niet zoiets als drie-eenheid in Gods woord. Bestaat niet. Het is ervan gemaakt. Het is in feite een verkapte vorm van meer godendom. Polytheïsme, ja. Ja, ja, ja. In het Romeinse Rijk, in het begin van, van het Romeinse Rijk, toen het Romeinse Rijk zich zo begon uit te breiden, waren alle mannen nodig in het leger. En ze waren in andere streken en landen waren ze gestationeerd. En er ontstond een tekort aan mankracht in Rome. In de streek. Rome en uiteraard omstreken. Ze hebben toen, het Romeinse Rijk, de keizer, heeft toen besloten om mannen te laten halen, te importeren, zal ik maar zeggen, uit het Midden-Oosten, maar uit een speciale streek. Uit de streek van Babylon, uit Mesopotamië, wat vroeger Sumerië heet, Sumerië. Uit die streek zijn mannen geïmporteerd naar Rome en ze zijn daar gebleven. Zij hebben zich verder vermenigvuldigd. Vandaar dat Italiaanse mannen, vooral in het midden en het zuiden van Italië, donkerharig zijn. En terwijl meer in het noorden van Italië, Turijn, etc., dat ze nog wat blond zijn. De originele Italië waren blond. De originele Italianen. Dus vandaar het donkerharige, maar ook, en daar gaat het mee om, hebben deze mannen uit het Midden-Oosten, uit Mesopotamië, Babylonstreek, hebben zij hun afgodendom, hun godsdienst, hebben ze meegenomen. Hun godsdienst die ze al duizenden jaren al beoefenden. Al sinds de tijd van Nimrod en vooral Semiramis, zijn vrouw. Dat is een apart verhaal, daar ga ik nu even niet op in. Maar daar zit een stevige geschiedenis aan als het gaat om de connectie met de katholieke kerk, met de Rooms-Katholieke kerk. In elk geval kan ik je zeggen dat die godsdienst is verwerkt in het christendom. Sterker nog, in werkelijkheid zie je gewoon de Babylonische afgodendienst in actie met een christelijk sausje daaroverheen. Dat is het werkelijke gezicht van de Rooms-Katholieke kerk. Goed. Er is dus sprake van, tweede punt, bewuste afgoderij. Maar nu bedekt dus met een wit laagje. Het is afkomstig uit Babylon. En wat hebben ze gedaan? Hun eerste concilie, tenminste de formele concilie van Nicea in 325 AD na Christus, hebben ze het handig en slim verpakt en ze hebben het verwerkt in de fundamentele kerkelijke leerstellingen. En geloof me, daarna, vanaf dat moment, is deze, vooral die leerstelling van de drie-eenheid, door de kerk zeer driftig en fanatiek verdedigd. En daar zijn vele mensenlevens gemoeid bij geweest. Heel veel mensen hebben daaronder geleden. Als mensen maar een ander denkbeeld hadden dan de drie-eenheid, werden ze gemarteld, vermoord, verbrand, verketterd en ga zo maar door. Zo werkt namelijk de leugen. Het moment dat jij een leugen in stand wil houden, ga je geweld gebruiken. Altijd, omdat de waarheid altijd de neiging heeft naar boven te komen. Ja. Dus, de leugen, als de leugen verdedigd wordt, wordt het altijd driftig verdedigd. Met geweld, met uitschelden. Mensen die de leugen verdedigen, denken niet meer helder na. Ze zijn zeer onredelijk.
Zeer driftig. Dat is wat er vaak gebeurt. Als je de waarheid te verdedigen hebt, ben je rustig. Je bent rustig. Je onderbouwt wat je hebt te onderbouwen. Doe het in alle rust, want de persoon hoeft het niet te geloven. Jij weet dat je in de waarheid staat. Maar als je die leugen verdedigt en je probeert die leugen vast te houden, van binnenuit begint je geweten je aan te klagen. En je vecht in feite tegen jezelf. Tegen je eigen geweten. Ik stel voor dat daarbij te houden. Think about it. En we gaan dan de volgende keer verder met betrekking tot de Bijbelse, de argumenten in Gods woord, met betrekking tot wat er daadwerkelijk aan de hand is. Tot ziens.